Vissen, welkom bij jullie maandreading voor de maand april 2023. Dit is een algemene reading voor iedereen die vissen heeft in zijn zon, maan of ascendant. En het kan en zal helaas niet voor iedere vis resoneren. Neem alleen mee wat resoneert, wat je herkent, waar je iets aan hebt. En laat de rest achterwege. We gaan meteen beginnen met het Moonology Oracle Deck en kijken welke boodschappen er voor jullie uit mogen komen. En de kaarten willen praten, vissen. We hebben, wauw, het einde van een moeilijke cyclus komt eraan. Het einde van een moeilijke cyclus. Dus dat is al een hele positieve kaart om deze reading mee te beginnen. Tweede boodschap, vissen. Je bent goed genoeg, dus twijfel daar niet aan. Je bent goed genoeg zoals je bent. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Nog één kaart voor het sterrenbeeld vissen, alsjeblieft. En tijdens het voorschudden kwam de kaart Meditate and Contemplate. Nieuwe maan in vissen tevoorschijn. Dus het kan zijn dat je nog over iets na aan het denken bent. Wat gebeurd is rondom de nieuwe maan in vissen. De derde kaart voor jullie is stap uit je comfortzone. Je bent goed genoeg. Durf uit die comfortzone te stappen. Durf jezelf te laten zien. Zelfvertrouwen is jouw sleutel tot succes. Dus heb zelfvertrouwen. Heel belangrijk. Heb zelfvertrouwen. Je bent goed genoeg. En kijk naar het grotere geheel. Kijk naar het grotere plaatje. Is de boodschap van het universum. We gaan de Soul's Journey kaarten schudden en kijken wat de boodschap is voor het sterrenbeeld vissen. Voor de maand april 2023, universum, sterrenbeeld vissen. Wat mag ons sterrenbeeld vissen meenemen voor de maand april? Trots is de boodschap vissen. Ik hou van mezelf en ik zie mezelf in iedereen. Ja, ik heb echt het gevoel, ben trots op jezelf. Je bent goed genoeg. Bekijk eens wat je allemaal al bereikt hebt tot nu toe, vissen. Heb zelfvertrouwen. En misschien dat je wat onzeker bent op dit moment. Of in de maand april, als het gaat om actie ergens op ondernemen. We hebben een purpose, een bestemming, een doel. Ik weet wat ik hier kom doen. Dus je bent je bewust van wat je hier op aarde komt doen. Wat nog meer voor het sterrenbeeld vissen. En we hebben imagination, verbeeldingskracht. Voorstellingsvermogen. Ik omarm en ik koester het creatieve aspect van mijn gedachten. Dus je hebt misschien bepaalde creatieve talenten, gaves. Koester die. En omarm dat creatieve aspect. Draag het uit naar buiten. Loneliness onder op het dek. Eenzaamheid. Ik weet dat ik nooit alleen ben. Is de affirmatie die hierbij hoort, vissen. Weet, je bent nooit alleen. Soms voel je je misschien eenzaam of alleen. Maar je bent nooit alleen. Dus hou dat in je achterhoofd. Het kan ook zijn dat je, ja, dat er over je gewaakt wordt. Door overleden dierbaren. Met die kaart loneliness heb ik het gevoel. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En we gaan kijken wat het antwoord van de engelen is op jullie vraag. Voor de maand april. Voor de nabije toekomst. En mocht je geen vraag hebben, kijken we gewoon wat is de boodschap voor het sterrenbeeld vissen. Voor de maand april, engelen. Wat voor boodschap hebben jullie? Of wat is het antwoord op de vraag die het sterrenbeeld vissen zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag? Oeh. Het antwoord is nee, met een uitroepteken. Dus kijk wat voor vraag je gesteld hebt en hoe je de vraag geformuleerd hebt. Het antwoord is nee. Maar onder op het dek hebben we de kaart succes, met wederom een uitroepteken. Dus er zal succes komen in een bepaalde situatie in je leven, waar je vraag betrekking op heeft. We gaan de influencers op de angels schudden en kijken wat jullie belangrijkste boodschap is, vissen. Voor de maand april 2023, universum. Graag een heldere, duidelijke boodschap voor het sterrenbeeld vissen. Wat mogen zij verwachten voor de maand april?
Wat mogen we voor boodschappen ontvangen? Wat is belangrijk om te horen om mee te nemen voor het sterrenbeeld vissen? 3 kaarten alsjeblieft voor sterrenbeeld vissen. 3 kaarten voor het sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen. Drie kaarten voor sterrenbeeld vissen voor de maand april 2023. Wat mogen we ontvangen? Wat is de energie voor de maand april? De hoge priesteres, heel mooi. De hoge priesteres. Iemand die heel gevoelig kan zijn, intuïtief, wellicht ook spiritueel. Vertrouwen op je intuïtie. Met de hoge priesteres. En dit is waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Sterk vissen energie. Dus dit is je eigen energie. Je kunt heel gevoelig zijn in de maand april. Het gevoel hebben dat er inderdaad iemand bij je is met die kaart loneliness. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld vissen universum? Wauw, leeuwenergie zag ik volgens mij. Ja, de leeuwenergie, de staven 6. En dit is een kaart vanuit je comfortzone stappen. In de spotlight staan. Erkenning krijgen, beloning krijgen, succes na een gevecht te hebben aangegaan. En het kan figuurlijk zijn natuurlijk, hoop ik ook. Maar dit is inderdaad beloning krijgen, succes. Wat nog meer voor het sterrenbeeld vissen. En met die hoge priesteres, dit is iemand die emotioneel nog in zichzelf gekeerd is. En dan hebben we die staven 6. Je komt in de spotlight te staan. Mensen erkennen je voor je talent. Wat nog meer voor het sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen. En ik heb het gevoel dat je door die erkenning ook meer zelfvertrouwen zult krijgen, vissen. Want kijk, deze persoon staat als een soort van op een voetstuk. En de mensen juichen hem toe. Dus je zult je in de maand april ook meer zelfverzekerd voelen, heb ik het gevoel. Ja, we hebben hier de Ridder van Staven. Boogschutter energie. En dit is iemand, die heeft zelfvertrouwen. Die gaat die reis aan, het avontuur aan, springt erin. En het kan iemand zijn die af en toe wat roekeloos is, niet nadenkt over de gevolgen. Maar deze ridder gaat ervan uit dat alles op zijn pootjes terecht komt. Is bereid om elke uitdaging die op zijn pad komt aan te gaan. Kijk, en dan hebben we onder op het dek de zwaarde 4. Nadenken over een situatie. En dat was ook de kaart van de maankaarten die tijdens het schudden van jullie kaarten naar voren kwam. Meditate and contemplate. Dit kan een kaart zijn van mediteren. Neem je rust om rustig na te denken over een situatie. Het kan zijn dat je je mentaal heel erg druk hebt gemaakt, heel veel zorgen over iets hebt gemaakt, wat stress bracht in je lichaam. En dit is een kaart van herstel, van terugtrekken, onder op het dek en dan een nieuw begin met de aas van staven. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, vurige energie. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met een persoon die je tegen gaat komen. Vertrouw dan op je intuïtie. Want met de Ridder van Staven en de Aas van Staven, dit kan iemand zijn die gericht is op het avontuur, genieten van het moment, maar misschien iets wat niet voor de lange duur is. Dit kan ook te maken hebben met jezelf weer durven laten zien. Aas van Staven, een uitdaging die er op je pad komt. En daaronder ligt kelke 5. Nog steeds over iets nadenken uit het verleden. Spijtgevoelens, schuldgevoelens, jezelf niet goed genoeg vinden. Onzekerheid hier met die You Are Good Enough kaart. Maar er komt dus snelle activiteit. Er kan communicatie binnenkomen. En dit is positieve vooruitgang. Snelle vooruitgang in een situatie. En het is nodig, vissen, om daarbij te vertrouwen op je intuïtie. Omdat de hoge priesteres ook jullie eigen kaart is, is het ook een kaart van in je kracht staan. Waarom ligt hier de zwaarde 4
voor sterrenbeeld vissen universum. Waarom ligt hier de zware 4? De zware 4. Je komt misschien uit een moeilijke periode, want de staven 6 is iemand die heeft de oorlog gevochten en komt terug als overwinnaar. Iets wat je hebt overwonnen. En het kan je onzekerheid zijn. Waarom ligt hier de zware 4? Het kan te maken hebben met een verlies of met een conflict situatie. En dit kan ook een kaart zijn van zelfsabotage. Met de 5. Conflicten, een verlies, oneerlijkheid, de zware 4. En weer de zware 4 voor de zware 4. Het is altijd zo frappant dat dezelfde kaarten elkaar verklaren. Een situatie van verlies, een situatie van conflict, een situatie van oneerlijkheid. Dat heeft je echt stress gebracht, kopzorgen. En het is tijd om je terug te trekken en je rust te nemen. Erover na te denken over een situatie. En ook je vertrouwen of je intuïtie te volgen. Daarom ligt die zware 5 hier. Universum voor het sterrenbeeld vissen. De zware 5. Waar heeft die zware 5 mee te maken? Nog een 5. Pentakels 5. Een situatie binnen de familie, binnen het gezin. Of iets wat te maken heeft met geldzaken. Vissen. We hebben hier Pentakels 5. En we hebben hier ook die kaart. Je alleen voelen, eenzaam voelen. Iemand kan je verlaten hebben, aan zichzelf gedacht hebben. Je in de kou laten staan op het moment dat je iemand nodig had, er niet geweest zijn. Iemand kan je financieel in de kou hebben laten staan. En het kan iemand zijn waar je een gezin mee hebt of iemand binnen je familie met de Pentakels 10. Maar het kan ook simpelweg met een werksituatie te maken hebben. Waarom ligt hier de hoge priesteres voor sterrenbeeld vissen? De hoge priesteres. En het kan ook te maken hebben met negatief denken met die Pentakels 5. Pentakels 5 gaat over eigenwaarde. En die hebben we hier liggen. Ik hou van mezelf. Ik ben trots op mezelf. Dit heeft te maken met je al buitensluiten. Alvorens je eigenlijk door anderen buitengesloten bent. Met de Pentakels 5. Jezelf niet goed genoeg voelen. Jezelf niet goed genoeg voelen voor die Pentakels 10. Dus voor die werksituatie, voor die stabiele relatie. Het gevoel hebben, het gaat toch niet meer komen voor mij. Maar we zien hier de staven 6. Heb zelfvertrouwen. Waarom ligt hier de hoge priesteres voor vissen? Ja, de kelken 10. Happily ever after, een sprookjeshuwelijk. Een gelukkig gezin. En dit is inderdaad het ultieme geluk. Je lekker voelen, liefde ontvangen, liefde geven. Je kinderen op een liefdevolle manier doen opgroeien. Nog een kaart voor de hoge priesteres. Dan vliegen hier 4 kaarten uit. Kijk, dan hebben we hier de terugdenken aan het verleden. Kelken 6. Je denkt misschien terug aan een periode dat je inderdaad je echt gelukkig voelde. En dat kan te maken hebben met vroeger je thuissituatie. En je afvragen, waarom is alles zo veranderd? Ja, we hebben de zware 6. Vooruitgang, naar kalmer vaarwater toe gaan. Het verleden loslaten wellicht met de kelken 6. En dan hebben we een energie van onrust, een energie van chaos, snelheid. De snelle waarheid willen spreken. Dit kan zelfs iemand zijn die een beetje boos is dat je een situatie verlaat. Of dat je het verleden achter je laat. En dan hebben we de zware 7. Het kan te maken hebben met iemand die onverwachts je in de steek heeft gelaten. Met de zware 7. Dit kan staan voor iemand die stiekem is. Iets doet in het hols van de nacht. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden? De ridder van zwaarden. Een hele snelle energie. En dit kan te maken hebben met iemand heeft je in de steek gelaten. En de omstandigheden waren toen een omstandigheid van stress. Iets is onverwachts gebeurd. En dat heeft je heel veel stress, onrust opgeleverd. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden? De ridders kunnen staan voor omgeving, je omgeving ook.
Het kan staan voor een boodschapper of iemand die op je pad komt. Maar het kan ook staan voor ja, je omgeving. We hebben de Pentakel 6. Nog een kaart voor de Ridder van Zwaarden. En we hebben de Kelke 3. Ja, je had te maken met iemand die behalve in jullie connectie ook gaf aan een andere connectie, heb ik het gevoel, met de Kelke 3. Derde partij. En het kan iemand zijn waar je dus een lange relatie mee had. Iemand met wie je jezelf oud zag worden. Maar deze persoon heeft echt gezorgd voor een teleurstelling. Waarom ligt hier de staven 6 voor het sterrenbeeld vissen? Staven 6. Deze persoon kan je ook bedrogen hebben. Nou hebben we alleen maar de zwaarden 7. Dus dit is iemand die ja, een bepaalde strategie heeft, tactiek. Staven 6 wordt verklaard door de aas van zwaarden. Een doorbraak. Nieuw begin. Dit kan ook een wakker worden zijn. Beseffen inderdaad. Dat je goed genoeg bent. Kijk. Ondanks andere mensen die wellicht niet op één lijn liggen met je. We hebben hier weer een kaart van conflict. Maar ook weer openstaan voor een nieuwe ervaring en iets als een uitdaging zien met de staven 5. Het kan te maken hebben met familieleden, een ex-relatie met die staven 5. Het kan te maken hebben op werkgebied met concurrentie, bang zijn niet goed genoeg te zijn. Maar zie dit als een gezonde uitdaging. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Het kan zijn dat familieleden of vrienden het niet eens zijn met iets wat je wil gaan doen. Dus je voelt je alleen ergens voor staan. Aas van zwaarden. Aas van zwaarden kan ook communicatie zijn. Maar we hebben ook die kaart, kijk naar het grotere geheel. En deze persoon staat boven de rest. Deze persoon heeft overzicht. En met de aas van zwaarden komt er helderheid, overzicht in de situatie. En het besef dat er dingen zijn die je niet kunt veranderen. Meningen zijn die je niet kunt veranderen. En waar het geen zin heeft om daar energie in te stoppen, maar er boven te staan. Voor de aas van zwaarden hebben wij hier de koning van pentakels. En we hebben de kelke 2. Wauw, een soulmate energie. Dus dit kan ook te maken hebben met een relatie die je wil aangaan wellicht. Waarom ligt hier de staven 5? Je kunt te maken krijgen met een stier, maagd, steenbok. Staven 5. Iemand die je aandacht gaat geven of je aandacht trekt, wil trekken. Waarom ligt hier de staven 5? Staven 4. Ja, en dit is harmonie, vrede, stabiliteit, samen een basis opbouwen, een relatie naar een volgend level tillen. Dit kan ook een vriendschap zijn. Iemand die bekent dat er meer gevoelens zijn. En ik heb het gevoel, vissen, dat de gevoelens wederzijds zijn met die kelke 2. Dit kan iemand zijn die heel erg verschilt van jou. Iemand waar je misschien normaal niet ja, in de relatiesfeer op zou vallen. Waarom ligt hier de staven 5? En je hebt misschien een innerlijk conflict met de staven 5. Oeh, ja, Ridder van Kelken. Dus er is iemand die zich kwetsbaar opstelt. Iemand die zijn emoties, zijn gevoelens uit. En het kan dus een stiermaar, steenbok of een schorpioen, kreeft, vissen zijn. Dit kan ook jouw energie zijn met de Ridder van Kelken. Iemand die niet bang is om zijn emoties te uiten.
Dit kan ook iemand zijn die je heel erg mist. En die je graag weer wil zien met de kelken 3. Het kan een nieuwe liefde zijn die je ontmoet. Op het moment dat je in de spotlight staat vissen. Ik weet niet of je iets doet, een hobby. Of op het gebied van werk. Iemand die jou ziet. Dit kan namelijk ook liefde op het eerste gezicht zijn. Met de ridder van kelken. Kan iets met je werk te maken hebben. Met die koning van pentakels. Waarom ligt hier de ridder van staven? De ridder van staven voor het sterrenbeeld vissen. De ridder van staven. En je komt heel mysterieus over voor deze persoon. Of de persoon komt heel mysterieus op je over. Als je te maken hebt met een schorpioen, kreeft, vissen. Oeh, en dan hebben we weer de hoge priesteres. Ridder van staven. Je gevoel zegt je, hier moet ik actie op ondernemen. Het kan ook te maken hebben met reizen, onderweg iemand tegenkomen, vissen. Of te maken met een zakelijke reis. Je kunt een zakelijke reis gaan maken. We hebben de zegenwagen, een kaart van onderweg zijn. En de ridder van staven is ook iemand die onderweg is, graag mensen leert kennen, heel spontaan is, charismatisch. Hele snelle ridder en dan met de zegenwagen een hele snelle energie. Dan de magier. Het kan ook te maken hebben met iets op spiritueel gebied. Want we hebben die hoge priesteres, de magier, de zegenwagen, een zegen willen behalen. Alles doen, heel zelfverzekerd, je wijsheid gebruiken, al je middelen gebruiken. Waarom ligt hier de hoge priesteres nog een keer? De hoge priesteres. De hoge priesteres. Zwaarde 9. Een energie van je zorgen maken. 'S Nachts wakker liggen. En dit kan ook weer met spijt. Gedachten die constant in je hoofd naar boven komen. De hoge priesteres. Ja, niet weten waar iets toe gaat leiden. Een situatie niet helder zien. In je hoofd zitten. Dit is wel een kaart van rust. Stabiliteit. Maar niet zien wat er voor je ligt. En misschien bang zijn om je inderdaad bloot te geven. Of kwetsbaar op te stellen. Waarom ligt hier de zegenwagen? De zegenwagen is wel een kaart van de moed, de durf bij elkaar rapen om de eerste stap te zetten. Oeh, en dit heeft te maken met nieuwe liefde, heb ik het gevoel. Of iets wat je heel erg gelukkig gaat maken. In balans brengt op zakelijk gebied. Maar met die kaarten, de kelken 2, staven 4, de ridder van kelken. Ja, ik heb het gevoel dat er iemand zijn emoties gaat uiten naar jou toe, vis. Iemand die dat tot op heden misschien geheim heeft gehouden. Maar je bent bang om weer in de kou te staan. Op de een of andere manier heb je nieuwe liefde wellicht gesaboteerd voor jezelf. Vanwege onzekerheid. Waarom ligt hier de magier? De magier. Tweelingenergie. Oeh! En leeuw. En weer die vurige energie. Aas van staven. En iemand die zijn innerlijke beest aan het temmen is. Heel veel moed nodig heeft. Heel veel kracht nodig heeft. Om ja, datgene te manifesteren. Een droom van je. Je hebt misschien gevoelens voor iemand. Want de hoge priesteres staat ook voor je gevoelens. Je diepe gevoelens. Een situatie waar je over nadenkt. Waar je aan wil geven met de pentakel 6. Je wil samenkomen met iemand. En kijk, draai de rollen om. En je bent aan het denken, hoe kan ik de aandacht krijgen van deze persoon? Je maakt je zorgen om niks, vissen. Onnodig zorgen maken.
Want het gevoel is naar mijn idee wederzijds met die kelken twee. Dus je bent je terug aan het houden. En je voelt een hele sterke aantrekkingskracht tot iemand. En dit is iemand die heel erg onafhankelijk is. Ook op financieel gebied. Met de pentakels 9. Iemand die gefocust is op zijn carrière wellicht. Maar je wil die aas van pentakels aanbieden. En die kans die is er. Met de aas van pentakels. Dit is iets voor ja, de lange termijn. Je wil actie ondernemen. Maar ben bang voor een afwijzing. En je kunt te maken hebben met een ramleeuw booschutter energie. En we hebben hier leeuw heel sterk. We hebben kreeft. En dan stier, maar steenbok. Nogmaals leeuw. En boogschutter. Dus kijk hoe het resoneert. Vissen, dit is wat ik voor jullie heb. En ja, het is echt volgens mij een echte liefdesreading voor de maand april. Dus weet dat je nooit alleen bent. Kijk naar het grotere geheel. Durf uit je comfortzone te stappen. En zelfvertrouwen is je sleutel tot succes. Je bent goed genoeg. Dus als het resoneert, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. En ik wens jullie een hele mooie maand. Vol liefde en licht natuurlijk. En ja, tot de volgende keer. Mocht je een persoonlijke reading willen, in de beschrijving van de video staat hoe je dat kunt aanvragen. En tot ziens. Dag!